toen de ontwerper aan de slag ging, moet in zijn onbewuste het idee hebben geleefd van ik moet die jongen van 18, 19 die zo meteen gaat publiceren, die op dat kader, moet ik het kompas aanreiken van waar hij naartoe moet gaan, namelijk Tanger. En die boodschap, die geheime boodschap, zit in die cover verborgen. En toen ik hier kwam in 98, was ik verpletterd natuurlijk. Maar de boodschap was duidelijk, die Tanger me gaf, namelijk je moet terugkomen om mij, stad, echt te leren begrijpen. La fameuse chambre de Monsieur Matisse. Wat ik hier zie, is wat Matisse ook zag. De Anglicaanse kerk met daarachter de Roze Moskee, die toen al was gebouwd. En een stukje verder de kasbah. Die drie-eenheid heeft hij geschilderd. Eigenlijk bijna als een bloemencompositie. Op mijn 19e leerde ik Matisse kennen. Mijn uitgever bracht mijn debuutroman uit, Bruiloft aan Zee. En toen verraste hij me met het omslag van Henri Matisse. Dit omslag. Ik snapte het niet. Ik dacht, ja, wat heeft dat nou met mijn boek te maken, dit omslag? En toen ging ik vond het wel mooi. Ik vond het blauw mooi. Het was mijn debuutroman. Het was mijn ontsnapping aan mijn milieu, aan mijn achtergrond. Het was het omzetten van realiteit in artistieke energie, in vuur, in taal. Dus voor mij was Bruiloft aan Zee een deur naar de buitenwereld. Een deur naar Tanger zou je kunnen zeggen. Een deur richting de ontregeling. En dat omslag verwees naar Tanger, dus mij hier naartoe heeft gebracht. Ja, dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Dan moet je zich helemaal kapot hebben verveeld die eerste dagen, want het was ontzettend slecht weer. Ik snap nu ook waarom hij in die brieven schreef, jaren later. Het was de ergste tijd uit mijn leven. Hij komt hier en Tanger duwt hem weg. Geeft hem regen en wind en slecht weer. Hij verlept. En dat daaruit zulke mooie werken zijn gekomen is een godswonder. Monsieur Conil, comment allez-vous? Tout va bien? Bien de nouveau? De nouveau, ja. Nou ja, ik kwam hier binnen en ik zag dit werk. Ik dacht, het sprak mij meteen aan. Dit raakt zo aan zoveel facetten die mij interesseren. Ook in het werk van Matisse, het decoratieve natuurlijk. Het gevoel van symmetrie. Dat platte vlak, het gebruik maken van een plat vlak. En daar een driedimensionale realiteit uitbeelden. Wat je ook terugziet in het werk van Matisse. En in de Marokkaanse en Persische tapijten. Ja. Al die dingen komen erin samen. En toen zei hij, ik heb alles verkocht op deze na. En toen zei ik, die wil ik dan ook echt heel graag hebben. De schilder Babahoum is natuurlijk ook fantastisch interessante
achtergrond heeft hij. En ik vind het ook een beetje het heeft ook iets heel iets engs. Hè? Die gekke, rare, beetje beestachtige koppen. En dat, ja, ik vind dat spannend. Mag voor mij. Ja. Ja, het suggereert een bovennatuurlijke wereld. En ik vind dat kunst mag dat suggereren van mij. Pourquoi vous avez choisi de vivre à Tanger? Bacon. J'ai fait un beau travail sur Bacon. Je sais que Bacon vit à Tanger. Ouais. Pour moi, mon rapport avec Tanger a commencé avec Matisse. Ah ouais. C'est bizarre. Mais il y a un rapport mystique à Tanger. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas là par hasard. Les gens qui sont ici ne sont pas là par hasard. C'est vrai. Ah oui. Parce que pour moi, ce n'est pas la plus belle ville du monde. Non. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alle plekken bezoeken waar Matisse zijn oog op heeft gelegd. Waar hij heeft gekeken, wil ik ook kijken. En dat is een belofte die ik mezelf heb gemaakt in 1996, 97, toen het boek uitkwam. Toen was daar het omslag van Matisse in Tanger. En dat riep zoveel vragen bij me op. En tot op de dag van vandaag ben ik bezig om die vragen te beantwoorden. Ik heb nog steeds geen goed antwoord op wat deze stad doet met kunstenaars. Ik heb nog steeds geen goed antwoord op de vraag waarom ik toen en nu nog steeds in deze stad wil. Daar heb ik nog geen antwoord op. Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag wat Matisse precies heeft gezien. Ik leg graag mijn eigen zoektocht naar het licht van Tanger naast die van de zoektocht van Matisse. Ik leg graag mijn eigen bevindingen naast de artistieke bevindingen van Matisse. Dat spel van uitdagen, van misschien ook een beetje overbluffen. De spanning tussen verf en woord, dat vind ik heel interessant. Dit is het licht. En het wordt alleen maar mooier, hè? Kijk, nu staat het veel te hoog. Het is zo, weet je wel, zo'n plas ligt op je gezicht. Maar aan het einde van de middag, over een klein uurtje, dan is het zo zacht. Het lijkt ook wel alsof mensen, alsof hier in Marokko mensen tijdens de schemering veel dromeriger zijn dan normaal. Ze vergeten zichzelf een beetje. Het is druk, iedereen is ook wat uitbundiger. Ja, dat is te gek. Je bent gewoon onderdeel van die reuring. Dat is heel bijzonder. Dan maak ik ook mijn mooiste foto's. Hey, dit is een grote foto. De kamer van Matisse. Donc voilà l'église, on voit de la fenêtre, on voit le petit Soukou, la mosquée de Kasbah, on voit beaucoup de choses, et ça reste comme ça depuis longtemps. C'est la mémoire de la ville de Tanger, il est parti du patrimoine de la ville de Tanger. Et là, au début, ils ont l'idée, c'est de reconstruire un nouveau immeuble et tout ça. Mais bien sûr, ils n'ont pas eu l'autorisation. Parce que c'est l'art qui protège la ville. C'est l'art qui protège la construction du bâtiment. Mooie foto deze hoor. Heel poëtisch. En heel terloops. Dat vind ik echt mooi. De foto, als het terloops is. En tegelijkertijd dat je dit voelt, weet je wel? Dit. Het is voor altijd.
fotografeer ook omdat ik herinneringen nodig heb om over te kunnen schrijven. Dus door, ik hou geen dagboeken bij of notitieboekjes, maar een foto legt voor mij dat moment vast. Daar toen op dat moment, naar het kopje koffie bij Café Centraal op weg naar de nieuwe stad, maakte ik die foto. Wie had ik daarvoor gezien? Oh ja, naar wie was ik op weg? Ja, die. Dus die foto archiveert voor mij het leven zelf. Ik ben steeds meer gaan geloven in de kracht van de fotografie. Er is voor mij een beschouwing van Marokko voor Matisse. En er is een kijken naar Marokko na Matisse. En dat zijn twee totaal verschillende manieren van kijken. En elke keer dat ik naar Matisse kijk en meega in zijn manier, in zijn obsessie met die kleuren, verandert mijn blik op de dingen zelf. Word ik een andere wandelaar, reiziger in Marokko. Ik merk dat lezers door die beelden zich ook meer kunnen voorstellen bij mijn zoektocht naar waarheid en schoonheid in de wereld. Zij kunnen zich verplaatsen in mij. Ik denk als er iets is waarom ik schrijf en ook op social media actief ben, is het wel omdat ik de behoefte heb aan mensen die mij vergezellen op mijn artistieke tocht door de wereld. Dat hele zeg maar, literaire mijnbouwgebied, hè, waaruit ik delf, hè, breng ik zo in kaart voor de lezer en voor de mensen die met me meelopen. Wat ik schrijf en wat ik doe, is niet zomaar verzonnen, is niet zomaar eventjes in elkaar gezet. Het komt ergens vandaan, het heeft diepe wortels, er zit een landschap achter, er zit een beweging achter, een zee zit erachter. En dat ze dat zien, tilt mijn werk op. Heel belangrijk vind ik kunst is de vervoering en het neemt je mee op een reis. De kwaliteit van die reis wordt bepaald door de mate van overgave die je hebt. Ik denk dat die durf en die uitdaging zou ook in het leven moeten zitten. Zou ook veel meer in het leven zelf gestopt moeten worden. Het leven zien als een doek dat je meetrekt, meesleurt. Waarvan je niet weet wat er om de hoek op je te wachten staat. Maar waar je deel van wilt uitmaken. Je wilt erbij zijn. Je wilt in je eigen leven een rol spelen. Matisse is hier twee keer geweest en nooit meer teruggekomen, heeft daarna geput uit deze stad. Ik voel bij Matisse wel een soort van uitwisseling. Hij gaat naar beneden, ik ga naar boven. Ik ben natuurlijk ook vrij jong uit Marokko weggegaan. Met beelden, met fragmenten, met woorden. Als ik schrijf en ik probeer naar de kern van de dingen te gaan, dan ga ik toch weer naar die vroegste indrukken die ik heb gehad. En ik denk dat Tanger, deze stad, biedt je zoveel beelden aan en zoveel intensiteit. Daar kan je nog een heel mensenleven op teren. En ik heb ook het gevoel, Marokko zit nu in een overgangsfase. Er gebeuren ontzettend veel dingen. En Tanger in het bijzonder. Hè. Het oude Tanger en het nieuwe Tanger. Die klepperen tegen elkaar op als twee wilde vogels die elkaar proberen te overstemmen. En wie gaat winnen? Nou ja, ik hoop dat die strijd nog heel lang duurt.